een huis kopen of je huis verkopen. Daar komt nogal wat bij kijken. Ik ben Jennifer van de Review Company en ik ga zo meteen langs bij Felicia en Remco. Zij hebben ervaring met Dit is Makelaars. Jullie hebben uiteindelijk voor Dit is Makelaars gekozen. Kunnen jullie mij wat vertellen over hoe het proces is verlopen om dan uiteindelijk tot het kopen van jullie droomhuis te komen? Na de bijeenkomst, hoe noem je zo'n avond? Verkoopavond of zo? Ja. Nee, infoavond. Ja. Ja. Daar kwamen we rond tegen van Ditters. En wij vonden het wel heel leuk dat hij ook heel enthousiast over het plan was. En toen is het vrij snel gegaan. Best snel een afspraak gemaakt. Ook gelijk een afspraak gemaakt, ook bij Ditters met Jerry voor de hypotheek. Waarom hebben jullie dat gedaan? Ja. Ik vond bijvoorbeeld heel spannend zo'n eerste hypotheekgesprek. Dat ik denk, kunnen we het allemaal wel? Ja. En je weet gewoon dat Jerry ook eerlijk is als het niet kan. Ik heb echt wel 10 keer gevraagd, ik kan het. En ja, echt, maak je geen zorgen. En je hoort in één keer zulke grote bedragen. Ja. En gewoon leuke gesprekken. En ook met tekenen, dat was natuurlijk ook best wel even zo'n ding natuurlijk. Ja. Even een momentje van maken, foto's. Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat moet wel even officieel worden vastgelegd. Ja, dus gewoon lekker. Ontspannen gewoon. Wat maakt Ditters nu eigenlijk uniek? Of het echt uniek is, weet ik niet. Maar wat ik als heel prettig heb ervaren is dat alles gewoon onder één dak geregeld kan worden. Gewoon het eerste gesprek over het aankopen van de woning. Je kunt gelijk je hypotheek afsluiten. Mm-hmm. En wij hadden ook al wat verzekeringen via hen. Maar als we straks de woning echt opgeleverd krijgen, dan heb je dat pakket ook gewoon gelijk compleet. Ja. En dan, als je in de toekomst nog wat hebt, dan hoef je ook echt maar naar één partij toe. Dat vind ik zelf heel prettig. Ja, mee eens. En zouden jullie dit dus dan ook aanraden aan andere mensen? Ja, ik wel. Ze praten niet te veel in jargon, zeg maar, dus alles is goed te begrijpen. Dus ik had natuurlijk wel met het hypotheekgesprek of de financiën, dat ik af en toe echt wel dingen hoorde en dat Jerry dan ook echt een papiertje erbij pakte van nou, Vlies, dit zit zo. En het was even een beetje in Jip en Janneke taal. Ja. Herkenbaar. Ja. Maar het kan toch haast niet dat alles perfect is gegaan? Nou, er was wel één dingetje. Jerry had per ongeluk zijn eigen rekeningnummer ingevuld bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Maar toen kregen we een berichtje dat hij die niet voor ons wilde betalen. Nee. Dus dat vond ik dan wel weer een minpuntje.